van der Heijden en Edith Kiel maakten jarenlang films. Volkse kluchten die zich vaak in Antwerpen afspeelden en vol meezingers zaten. Nu is enkel nog De Witte van hen bekend. Historisch stelt deze Vlaamse filmpioniers aan u voor. Vandaag kent heel Vlaanderen Markske, Carmen en Balthazar Boma. In de jaren 40 en 50 waren dat Janssens, Peters en Madame Babbel. De kampioenen van die pre-televisietijden schitterden in bioscoopfilms, in de werken van Jan van der Heijden, een Vlaams filmpionier. Van der Heijden maakte volkse kluchten met titels als De Wonderdoktor en Uilenspiegel leeft nog. De meeste zijn nu vergeten op één na, zijn allereerste, De Witte van Zichem. Die schreef in 34 geschiedenis, want voor het eerst hoorden de Vlamingen hun taal in de bioscoop. Maar De Witte uit de film was niet dezelfde als De Bengel uit het Ernest Klaasboek. En de aanpassingen waren het werk van Van der Heijden's vriendin Edith Kiel. Zij had in het verhaal een liefdesgeschiedenis verwerkt en daarmee, tot ongenoegen van Klaas, een eigen stempel op De Witte gedrukt. Kiel zou trouwens alsmaar meer inbreng krijgen. Eigenlijk voerde zij van veel latere kaskrakers de regie. Haar man kreeg de eer zijn naam te zetten op de generiek. Onze reekstitel Mannen maken beelden klinkt dan ook een beetje ironisch voor het laatste deel. De historie van Jan van der Heijden is, om precies te zijn, de historie van Jan en Edith. Marcella, lief, je hebt mij toch en helemaal alleen voor u. Is dat waar, schat? Maar natuurlijk. Cinema Plaza in Duffel, een van de laatste buurtbioscopen. Hier wordt nog film gespeeld, zoals een halve eeuw geleden. Wat wordt hier vanavond gespeeld? Een oude Vlaamse film. De Duivel te Slim. Met Gaston Bergmans en de Woodpeckers. Heb jij in de jaren 50 ook die Edith Kiel films gespeeld? Ja, allemaal. Twee draakkeren. Alle jaren herpakte die. Ja. Kwamen de mensen kijken? Ja. Ja, dat was altijd vol een bak, hè. Heb je zelf die films graag gezien? Allemaal. Doe het geile. Ja, want onlangs heb ik De Witte nog eens gespeeld. De Witte, daar was veel belangstelling in. Ja. En waarom vonden de mensen dat goede films eigenlijk? Tja, ze moesten niet lezen, hè. Ze moesten niet lezen, hè. Dus ze verstonden het, hè. En het was aardig volk. Ja, want ze schraven op dat affiche. Het is De Witte van bij ons. Meer moesten ze niet weten. En ze kwamen nou, hè. Aad en Jonk. Maar toen hadden ze geen tv, hè. Wisten niet waarin, hè. Thank you.
mag ik beginnen? Ja, ja, is klaar. Berlijn eind jaren 20. Een provinciestad groeit uit haar voegen. De filmstudio's in Babelsberg. Namen uit alle landen schrijven hier filmgeschiedenis op het witte doek. In een kleine figurante rol, Edith Kiel, de oudste dochter van een welgestelde uitgever. Een jonge, moderne vrouw met ambitie. Wanneer vader sterft, wordt zij de kostwinner. Maar ik had een schoolvriendin, dat was Lillian Harvey. En die heeft mij gebracht is naar de studio te komen en daar ging ik naartoe. En daar zochten ze juist iemand voor die dialogen. En dan ben ik voor de film blijven werken. Edith assisteert buitenlandse regisseurs die last hebben met de Duitse dialogen. Zo leert ze het filmvak. Ze trouwt met Walter Regelin, maar na 2 jaar gaat ze van hem weg. 9 maanden later krijgt ze een dochter, Gisela. Dat kind werd geboren, zij ging dat aangeven bij de burgerlijke stand. En ze heeft me toen gezegd, ja, dat kind heeft geen vader, want ze vroegen op de burgerlijke stand wie dat de vader was. En ze zeiden, dat kind heeft geen vader. Zij wilde absoluut niet dat die man van haar, die ex-man, dat die zou aanspraak maken op dat kind. Vandaar dat Gisella dat die Kiel noemt en niet Regelin. Hoe is het? Ja. Goed. Alles goed? Kom jij binnen? Als ik mag, ja. Als dat mag. Ja. Ja. Vond zij die schoon, die foto's? Deze wel, ja. Die wel, ja. Deze is gemaakt, hè. Ja. Zat er hier van achter iets opgeschreven? Richtig doof, bij een fotograaf. He, echt stom. Ja, ja, ja. Dat dat zo staat. Alleen voor u staat alles wat liefde gloed en Edith is 25 wanneer ze in een Berlijnse restaurant de Antwerpse filmverdeler Jan van der Heijden ontmoet. Het is liefde op het eerste gezicht. Die konden niet huwen. Hij was getrouwd. Toen hij jong was, heeft hij een manneken leren kennen in Parijs. En daar is hem na een maand mee getrouwd, maar die was 15 jaar ouder dan hij. En hij was heel jong, 18, 19 jaar. En daar heeft hem 2 maanden mee samengeleefd. En dan is hem er willen van afkomen. Die heeft zich nooit willen laten scheiden. Nooit. En die heeft van al die filmen geprofiteerd. Volkse Jan is 13 jaar ouder dan de verfijnde Edith. 32 jaar lang blijven ze partners in de liefde en de film. Edith Kiel kende wel de weg in Berlijn, hoe dat men aan goede films moest geraken.
En zo is Ede Kielan samen met Jan van der Heijden in Berlijn twee kassuccessen in Duitsland gaan kopen. Twee harten in driekwartmaat en Das Lied is aus. Dat waren twee succesfilms. En met dat recept van die twee succesfilms kreeg Jan van der Heijden heel wat geld binnen. En dat is eigenlijk het begin, het startkapitaal geweest om met De Witte te beginnen. Wanneer Jan het succesboek De Witte van Ernest Klaas in handen krijgt, droomt hij van een eigen Vlaamse film. Edith is minder enthousiast. Edith Kiel vond het toch eigenlijk allemaal maar niks. Zij vond de Duitse verhalen van die Bellamers in Duitsland veel beter geschreven. Er zat geen rode draad in dat verhaal, dat was niet goed geschreven volgens haar. Maar intussen tijd had Jan van der Heijden eigenlijk al contact genomen met Ernest Klaas. En Ernest Klaas ervan overtuigd van de rechten te geven voor die film. En zo kwam Jan van der Heijden eigenlijk met het contract al thuis zonder dat er iets geschreven was. En Edith Kiel was eigenlijk dan verplicht om te beginnen te schrijven. Maar het was moeilijk te bewerken, er was geen rode draad in. En hoe heb je die rode draad dan erin gekregen? Wat? Die rode draad, hoe is er die ingekomen? Die heb ik moeten maken. Op welke manier? Op welke manier? Dat is nu een vraag. Je moet toch een samenhang hebben, hè? Ja, dat staat in mijn draaiboek. En dat ziet er op de film. Dat was met een liefdesgeschiedenis? Ja, ja. Als je dat liefde noemt. Klaas is erg opgezet met de verfilming van zijn Witte en met Edith Kiel, zoals uit zijn dagboek blijkt. Zij was een mevrouwtje, een Berlijns mevrouwtje, dat indruk op hem maakte, verstandig was, knap. En ook karakter kende van de spelers, van de acteurs. En ook wist wat Klaas bedoelde met zijn werk. Niet altijd gaat hij daarmee akkoord. Omdat, zoals ik al eerder zei, in het scenario dingen waren die niet van hem waren. En wat niet van hem was, vond hij over het algemeen ook niet goed. En ze lagen wel een klein beetje in conflicten natuurlijk, hè. En ook op menselijk vlak heeft dat eigenlijk ook nooit niet zo goed geklikt. Want ze heeft dus ooit gezegd dat Ernest Klaas eigenlijk zijn handen niet kon thuis houden. Maar die uitspraak laat ik natuurlijk voor haar. Hè. Die kleine, dat is Nandbaal. Neven die kleine ben ik. Dat is de Vompen. Ziet, Nand staat even mij. En die grote met zijn zwarte broek door, dat is hier, de Willem. Ja. En vuurnaam tot de kleine stoemp. En de chef, ja. En de chef, man, Bruinings juist achter u. Ja. En dan de Wim de Groter. Ja. En dan de Wim de Groter, ja. En de Krol, hè. Zeg, dat is een ding. Knappen, zitten. Ja, ja. Jongens, jongens. Goed, dat is Jef. Dat is Jef. In juni 1934 starten de buitenopnames in Zichem, Klaas' geboortedorp. Allee, vooruit, klant. We hebben toch niet staan rapen. Allemaal moeten we aan het werk. Maar de Vlaamse acteurs hebben geen filmervaring en regisseur Willem Benooy van de Antwerpse Schouwburg laat de eerste dag al verstek gaan. Willem Benooy daagde niet op. Hij zei, Jan, kan ik dat niet? Ik kan dat hoegenaamd niet. Maar dat is niks, zegt Jan van der Heijden. Edith zal dat wel doen. En Edith heeft het gedaan en heeft verder heel de regie afgewerkt van de film. Maar Willem Benooy staat op de titels wel als regisseur vermeld. Wie heeft de regie dan wel gedaan? Ik. En uw naam staat op de generiek vermeld als regisseur? Ja, dat geeft toch niet. Daar laat Willem Benooy dan maar opstaan. Dat was nu hier door de pers gegaan dat hij de regie doet. Met die oude mens niet kwalijk nemen dat hij het niet kan. Hè. Ja. Het begin, het klaarmaken. Is er iemand klaarmaken, met die corset en dan strooi erin stijgen.
nieuws uit de vijanden. Tel ik een paar kinderen. Praat. Ja, even om een jaar te gooien, jongen. We zouden geen spijker meer op. Hoe is dat volle jaar? Ongelooflijk. De eerste zin ik. En dan komt de straatjes en de chef. Dan begin ik. Dan ga je druk niffen. Dan valt alles op de wasgoed. Ja, wasgoed, hè. Het gevecht van de Lief van Vlaanderen herinner ik me nu. Het staat namelijk in de gracht. Verbrand van de zon helemaal, zo rood als kreeften. En we moesten naar elkaar met zand smijten. Zand, dingen, dat is half meer. En daar hebben we afgezien, want dat zand op dat verbrandde uit. Maar ja, het was allemaal voor de film. We waren zo fier en blij om film te mogen spelen. In die tijd was dat, oh jongens, alleen maar wachten op Hollywood, hè, tot die afkwam. Maar... Na Zichem verhuist de hele ploeg voor de binnenopnames naar Berlijn. In ons land zijn er nog geen studio's voor klankfilm. Dat was een expeditie. Ja. Dat was het een en het ander. En die mochten maar 2 uur per dag werken of zo. Dus dat was heel duur en heel spannend. Hè. Mm-hmm. Want de politie die stond in de studio en die mochten niet langer werken. Ja, en dat waren... Toch krachtige kereltjes, die hadden graag wat langer in werk. Nou, er is hier nog een foto ergens van, heb ik gezien nog. Waar ze allemaal opstaan, de mannen van de Witte, de kinderen van de spelkameraden van de Witte. Hè? Ja, en die zaten allemaal in een hotel in Berlijn. Hè. Dat was een duur affaire. Na de opnames zit Jan met een tekort van 200.000 frank. Vandaag zo'n 4 miljoen om zijn film af te werken. Maar het is Edith die naar pen kruipt en aan de zeer geëerde heer dokter Klaas een lange bedelbrief schrijft. Het is de eerste keer, het zal later nog herhaaldelijk gebeuren. En die eerste steun bedroeg voor die tijd een enorm bedrag van 40.000 frank. Het is Edith Kiel die geld vraagt voor Jan van der Heijden. En dat gebeurt altijd zo, op die manier... Dus een beetje verdoken en zij wil zichzelf wegcijferen. Zij wil daar niet tussenkomen en toch stelt zij altijd de vraag naar het geld. In september 34 gaat De Witte in première. Het wordt een overrompelend succes. Afgelopen met voettitels lezen. Voor het eerst wordt op het witte doek Vlaams gesproken. Maar het is de proloog naar een idee van Edith Kiel die het publiek doet rechtveren. Noordzee bruisten. Noordzee traag. Die film begon met een soort proloog. En een Vlaamse proloog nog wel, hè. Op muziek. Renaat Veremans, een lied gezongen door Alfo de Kwik, dat de grote bariton van de Antwerpse opera was en waarvan de tekst geschreven was door Willem Gijsels. En terwijl dat lied weer klonk, kreeg je dan dus een reeks beelden te zien dat was zo Vlaams het maar kon zijn, hè? Voor de cinema zeker, waar je nooit zoiets gezien hebt. Wacht
hebt daar ook in meegespeeld, geloof ik, hè? Figurant. Ja, zo wijzen naar de wit. Als hem er in zijn blootje loopt. Eén man is minder gelukkig met het resultaat. Klaas schrijft dan, na die première die zoveel succes had in Antwerpen, mij voldoet die film niet. Het is de witte niet, het zijn ook de figuurtjes niet van Fompe en Chef en de Dabbe, dat zijn die niet van mij, dat zijn die van Edith Kiel. Dat was allemaal heel gemakkelijk. Maar ja, dat die inleiding en dat spel van die kinderen dat volstond en dat heeft van die film een eeuwig succes gemaakt. De Witte kostte zo'n 20 miljoen van nu, maar brengt een veelvoud op. Jan en Edith proberen dat succes nadien vergeefs te evenaren. Ik herinner mij, ik geloof de tweede film wilden ze met die Alleen voor U heette dat, geloof ik. Een beetje naar een hoger niveau, naar meer, meer uit het volk, ja, operette-achtig zoiets, met ook een liedje en een dingetje ertussen. Maar als ik me goed herinner, was dat een echte catastrofe, kwestie van opbrengst. Dan maar terug naar Ernest Klaas, die het scenario van Uilenspiegel leeft nog mag leveren. Weer geen succes. Volgt De Wonderdoktoor naar een populair blijspel van toneelauteur Jos Jansen. Weer mag Klaas geldschieter spelen, hoewel hij de films niet apprecieert. De Wonderdoktoor, hij vond dat een prul. Hij vond die films niet goed. Hij vond dat, ja, banale dingen, archiflauw, onnozel. Maar film fascineert waardevriend Nest, die telkens zonder morren en zonder rente de gevraagde sommen leent. Van der Heijden betaalt stipt en noemt Klaas in zijn brieven de weldoener van de Vlaamse film. Klaas krijgt een percent op de inkomsten van drie Van der Heijden films. En dat bracht dus geld in het laadje, auteursrechten en bekendheid van zijn naam. Want daar is het Klaas vaak om te doen, dat zijn naam zou voortleven, zou bekend blijven. Met havenmuziek begeven Jan en Edith zich op bekend terrein. Antwerpen, de haven, muziek. Een succesformule, de film is een hit. En de mensen vonden, ja, gingen daar naartoe omdat het Antwerps was. En als dus iemand op dat heel grote scherm, amai mijn voeten, zegde, dan begon heel die zaal te lachen. En als één lacht in de zaal, lacht de hele zaal mee. Ken je de Goliaanses? Ken je de Golle Pieters? Maar ik verwiet de gallen zo en serieuze mokkers. Hoe is het er maar eens bezig? Nou, wordt het interessant. Janssens tegen Peters is de eerste van een lange reeks volksfilms. Simpele verhaaltjes met kleurrijke personages, gespeeld door acteurs van theater en revue. Amusement voor de massa, dat in de eerste plaats geld moet opbrengen. Je moet hier het publiek kennen. Wij hebben niet veel elite. Het land is klein. Voordat je daar een film kunt amortiseren, dat is, dan moet je iets maken wat dat aan het publiek bevalt. Het waren altijd komische films. Ja, ze lachen hier het liefste. Lachen is trouwens gezond. Wat, hè? Heb je de zegels vergeten, meneer Jaasjes? We zijn zo bijzonder vechten, hè? Van mij, Rosepert! Ja, ik, schoon madame, ja, ik ben een madame. Zou me niet lachen, lief mevrouwtje. Met de draaiwekken gaan we naar het stadhuis, meneer Peters. Maar zonder vrouw, meneer Jaasjes. En je zet er geen vult niet meer over, maar een dorpel, meneer Jaasjes. Flauwe plezante.
In 1939 kopen Jan en Edith een opslagplaats en richten er een studio in. 60 jaar geleden werd hier Vlaamse filmgeschiedenis geschreven. Vandaag vergane glorie. Stilte! Marcel! Vooruit! Ik woonde juist de straat erachter. Dat was echt... hoe moet ik het zeggen? We willen wel, maar eigenlijk kunnen we niet goed. Er is geen mogelijkheid, de klank was er niet en weet ik wat allemaal. Het was wel een kantine, maar die hadden chocolade. Dus dat was belangrijk voor mij toen. Meneer Van Heijden, wat komt er nu? Zefken Bruinings aan de beurt. Ah, die is nog bij de sminker. Hij moet zich verhaasten, dus spoedig. Ja, ik zal hem zeggen. Zefken Bruinings! Zefken! Als er ogenblik iets verkeerd liep met de film, dan was het zeg dat ik is mijn geld, hè, zeg. Dat kost miljoenen, zeg. Ben ik in een arme mens, alstublieft. Dat ik een centimeter film verlies, dat kost mijn geld, zeg. Ik spot met mijn geld, alstublieft. En de trappen hier af. En dan ging vloek naar buiten. Maar nog geen minuut daarna, mevrouw Kiel achter hem aan. En een minuut, twee, drie minuten daarna, hij kwam binnen of er nooit iets gebeurd was. Jan en Edith maken samen 13 langspeelfilms in 9 jaar tijd. Soms 2 per jaar. Een recordtempo. Merkwaardig is dat alle prenten op 1 na op naam van Van der Heijden staan. Edith Kiel wilde niet als regisseur daarop staan, omdat het zeker niet gebruikelijk was in die tijd om als vrouw een vrouwelijke regisseur. Zij was ten tweede een Duitse en de Duitsers waren toch in die periode al niet zo populair niet meer hier in Vlaanderen. Vandaar dat men eigenlijk maar bewust nam dat Jan van der Heijden zogezegd de regie zou gedaan hebben. Maar ze zijn allemaal gemaakt door Edith Kiel. Die film Witte Stroef, wij zaten daar allemaal natuurlijk voor de première, hè. En nadien was het dan receptie. En wij zaten allemaal goed in de wind op die receptie, hè. En ja, hoe dat dan ter oren kwam, want we voelden dat er iets was. En dan is er iemand buiten gegaan en dan waren de vliegtuigen zo aan het overvliegen van... En ze zei, maar de oorlog is uitgebroken. Als ik daar nog aan denk. En dan is een oorlog begonnen en dan had madame Kiel hem wel gevraagd voor in propagandafilms mee te spelen. En dan heeft hem gezegd, nee, dat doe ik niet. En dan zijn ze, hebben ze er niet verder op ingegaan, maar dan zijn ze begonnen met die dingen mee... Dingemans Babbel, met Kou en onze paai, hè? Ik kan sloten, meneer Dingemans. Het is draafrang van de stikjes, hè? Je zult jij hier gesloten als ik mijn kindermeel heb. Verstoor je dat? Al moest ik de politie bijhalen. Je kunt jij gewoon halen wie dat je wilt. En als jij nog vuil van hem neus smokt, dan laat jij weer maar afschraven, hè? Hier is dat zegeltje, doosje. En geef me een gauw van half pak. Hier, voilà. Laat dat eens staan, hè. De waarde van mijn toog af. Dat zal ik mijn nagen bedienen, wat is met dat, hè? Je zult jij niks bedienen, je zult jij dat laten staan. Zie jij? Hier, mijn zegeltje is. Door. En dat en hij, deze hij, dat kan dat zelf gebruiken. Wat is met dat? Ik zal het even zorgen, kom je daar van de ik zal er weer achteruit treden. Wij deden gewoon voort, laat ons zeggen, maar vroegen ons niet af, hoe zit dat hier politiek, is dat Duitse... Mevrouw Kiel, natuurlijk Duitse zijnde, had weinig problemen natuurlijk met de bezetters. Sowieso. Op 16 augustus 1940 ontmoet Klaas hen in het Hotel Plaza en hij merkt dat Edith Kiel een hakenkruis draagt. Dat schrijft hij ook in zijn dagboek. En hij gaat kijken naar de film die op niks trekt, Janssens tegen Peters, met vooraf een galaavond. Hij vindt dat Edith Kiel en Jan van der Heijden 100% Duits zijn geworden. En dat Edith Kiel zelfs een hoge borst opzet en doet alsof zij nu baas is over ons land. Dankzij zijn Duitse gezellin wordt Jan tot voorzitter gekozen van de syndicale kamer van de film. Die was Duits gezind, hij had een Duitse vrouw en een Duits kind. En er was sympathie voor Duitsland, waarom niet? Maar die was zo
apolitiek, gelijk dat maar mogelijk was. Die trokken zich niks van politiek aan. Ja. Die was ook niet bijzonder Vlaams gezind. Ja. Daar had hij helemaal geen idee naar. Ja. Het enige wat je hem kunt verwijten, en mijn moeder, dat ze niet erover nagedacht hebben. Want hij is president van de filmkamer geworden. Ja, en die was geflatteerd. Gewoon. En dat is een responsabiliteit. Maar hij had nooit het gevoel dat hem iets verkeerd deed. Jan steunt de Duitse Vlamenpolitiek. Voortaan geen eentalig Franse of in het Frans gedubde films meer in Vlaanderen. Duits mag wel. Il y a aussi une mesure plus pernicieuse dans laquelle, à mon avis, Anne van Dreyden là est plus directement impliquée, c'est la volonté de favoriser la distribution des films allemands, non seulement en Flandre, mais de manière générale en Belgique. Et donc, il y a des sortes de quotas qui sont instaurés, où environ deux tiers des films qui vont être distribués sous l'occupation seront des films allemands. Jan is de enige die toelating krijgt om speelfilms te maken. Dat zal hem na de oorlog zwaar worden aangerekend. Voor tegenstanders is Van der Heijden voortaan de Vlaamse filmführer. Ce ne sont pas des films pro-nazis ou des films à caractère antisémite. Ce sont des films de fiction, qui sont des films de divertissement. Mais en tout cas, il est certain qu'il est le seul à poursuivre ce type d'activité. Met Jan als voorzitter zetten de Duitsers het filmbedrijf naar hun hand. Zowat de helft van de filmverdelers moet de deuren sluiten. Filmzalen van buitenlandse en Joodse eigenaars worden aangeslagen en verkocht. De filmproductie komt onder Duitse censuur te staan. La première session de la Chambre internationale du film a lieu à Berlin. Les participants visitent les installations de la UFA à Babelsberg, près de Berlin. Bezoek aan Berlijn. Jan was geen nazi, maar evenmin een meeloper. Hij en Edith dachten in de eerste plaats aan films maken en geld verdienen. Maar in tout cas, tous les documents sont signés par Jan van der Heijden, d'une part. D'autre part, on le retrouve dans différentes réunions qui ont eu lieu. Donc il y a des photographies, des témoignages qui en attestent. Il s'est même rendu, on en a la certitude, à plusieurs reprises en Allemagne. Il a été à la Mostra du cinéma de Venise, donc où il y avait une réunion de différentes chambres syndicales de pays sous occupation pour créer un cinéma européen. Alors, on imagine de quel cinéma européen, évidemment, il est ici question. Op het einde van de bezetting vluchten Jan en Edith hals over kop naar Duitsland. Spoorloos verdwenen, spotten tegenstanders. Smadelijke aftocht van de Vlaamse filmführer. De droom is uit. De kater komt hard aan. Het gezin belandt in Berlijn, waar het de Sovjetbezetting meemaakt. Een zwarte bladzijde. Berlijn was omsingeld van de Russen. Die verkrachten die vrouwen. Die vrouw van Heinz Rühmann is van een hele troep verkracht. Harry Lieske, die hebben ze de kop ingeslagen met een fles. Het was dat verschrikkelijk. We hadden 30 man in huis. En twee vrouwen. Jan van der Heijden, die is overnacht grijs geworden van de zenuwen. Alles. Want die was altijd maar met zijn Belgische pas heeft hij ons gered van verkrachting. Ah ja? Ja. Dan waren we al geweest. Ja. En een andere dag was die grijs. En toen kwamen de Amerikanen. Dat was echt een... Nooit gedacht dat ik zo blij was van Amerikanen te zien. Alles. Ja. Jan krijgt eerst 13 en in beroep 10 jaar. Na 3 jaar komt hij vrij, maar mag geen films meer maken. Zijn hele bezit wordt verbeurd verklaard. Ja, het sekester heeft al die filmen per kilo verkocht, zo ongeveer. Per kilo? Ja, per kilo. Ja. En als je dan ziet, in een street of in cinemas, dat er lange slangen mensen staan aan te schuiven en je hebt zelf geen geld. En voelde dat toch als onrechtvaardig. Ja. En dan waren er nog mijn meubelen en alles, was alles weg. Ik zeg, we zijn opnieuw begonnen met twee valiezen.
was heel plezant. Er is die eigenlijk aan kapot gegaan. Ja. Die was zich nooit bewust dat hem echt iets verkeerd had gedaan. En hij had ook niks verkeerd gedaan. Ja. En was een hele eerlijke mens die in de rechtvaardigheid geloofde en die kon dat niet verwerken. Ja. Ze hebben ons goed 3 jaar gestolen. Alles weggenomen en dan nog de tijd gestolen. In 1951 gaat Edith weer aan de slag. Ze leent geld en begint weer films te maken, zoals vroeger. Ik vroeger heb gekust, kon me tot nu toe wat schelen. Maar nu word ik ongerust, want ik heb het te pakken. Er is niks om te doen. Ik ben blakke van de meisje van toen. Ik raak mijn schoenen na, dan gratis. En vooral als het te laat is. Maar een hart dat van het zuiverste karaal. Zie je die lintjes, jongen, aan die gitaar? Is dat niet schattig? Hé? A la Bob Davids, zo van vroeger, zo met dat zwarte bolletje, zo schitterend. Anneke de Laat, zij speelde als moeder in Schipperskwartier. En hij was weduwenaar, geloof ik. Ja, zij was een heel lieve vrouw, Anneke de Laat. Soms denk ik dat het veel beter is van niet meer met u alleen te zijn. Dat begrijp ik niet, Rik. Eer. Oh, wat een omkinnikers vraag. Anneke, het is een misseloderke en je targen hem dat ze leven. Ik was toen, denk ik, 12 jaar. Ik weet niet daar wat achter zit. Janine, Astrita, Astritakje. Waar moet ik dan achter een vrouw zitten als mijn vrouw? En Janneke? Geld waarschijnlijk, hè, Moeke. Ik ken de kleur nog van dat kleken dat ons Janine had. Het is wel Schotse kleur, bedoel ik, hè, die schilder. Janneke, zijn het triestig? Loop me doken. Ik kom weg. O, Janneke, blijf toch hier? Maar ik kom terug. Dat zegt ze maar. Weet je wat? Ik zal een muziekje meenemen. Dan kom ik toch terug heen. Arme. Edith maakt in 10 jaar tijd 16 langspeelfilms. Geen Vlaamse filmmaker die haar dat nadoet. Ze schrijft haar eigen draaiboeken en doet zelf de regie. Jan staat niet meer op de affiche. Hij leeft in de schaduw van zijn vrouw. Voortaan staan alle films op haar naam. Als mijn moeder haar draaiboeken zat te schrijven, dan zat hij soms zo te lachen. En dan wist mijn vader, die liep daar rond, het gaat goed zijn, want ze zit te lachen. Ja. Een kielfilm wordt in nauwelijks 3-4 maanden ingeblikt. Een maand schrijven, een maand opname, een maand montage. En de première staat voor de deur. Dan heb ik 5 nachten, dag en nacht doorgewerkt. Dan zijn er 3 mannen bij mij flauw gevallen. Maar het ging zo, en dan ben ik bij de première in slaap gevallen in Rex. De mensen stonden 20 meter lang buiten. En ze hebben 1 keer de kast van de Rex ingeduwd. Zo was kapot, ja. Luidsprekers tot buiten. Ja. En mijn vader die ging dan altijd eens kijken na het avondeten. Mammetje, ik kan niet zien zijn of hoe dat gaat. En dan wandelde die er langs en die zag al die mensen staan. Ik kwam dan heel goed gezien terug.
Carolien, ge brengt me in gevaar, want ge zijt zo onberekenbaar. Carolien, zeg wat gebeurt er hier? Zwijg je maar en laat me maar plezier. Carolien, die doet toch wat ze wil. Carolien, maar denk toch om de mil. Carolien, zou ik niet beter gaan? Nee, blijf hier en trek het u niet aan. Meneer, ga jij maar op een ander. En denk te gaan, dat ik dat niet kan. Ik weet dat hij... Maar de tijden zijn veranderd. De naoorlogse filmkritiek kan maar weinig waardering opbrengen. Wij dachten dat het eigenlijk allemaal beter kon. Meer filmische benadering, meer gebruik van het medium als dusdanig. Niet het verfilmtoneel of het gefilmtoneel. Het moest dus naar ons gevoel cinema worden, echte film. De Vlaamse film is er nu, dubbel punt, de dictatuur van de minderwaardigheid. Zegepraald en nu eindigt, het is om uit te schreien. Ik was daar boos over, ja. Omdat ik dus verwacht had dat het nooit meer zou teruggekomen hebben, die minderwaardigheid. En dat begon toch terug en nog wel met staatshulp deze keer, hè. Dat heeft geen intellectuele waarde, dat zijn geen hoogvliegers, dat heeft zelfs geen acteerwaarde. Dat is volksamusement. De kermis in een blik. He? Wanneer Jan in 61 overlijdt, stopt Edith met filmen, alsof het zonder hem geen zin meer had. Je moet toch iemand hebben waar je heel goed contact mee hebt en je kunt discussiëren over alles. Als je dat allemaal alleen moet doen, dat is erg. Ze misten hem. Of zoals Edith later schreef, ohne Liebe geht es nicht. Zonder liefde gaat het niet. Edith overleed in 1994, 90 jaar oud. Vandaag zijn de meeste films van Jan en Edith vergeten. Behalve De Witte, na 65 jaar nog altijd dé film waarin voor het eerst Vlaams gesproken en gezongen werd. Met het verhaal van Jan en Edith zijn we aan het einde gekomen van onze reeks over beeldenmakers. Vanaf volgende week brengen we in 3 afleveringen het verhaal van de Romanovs. Nicolaas II besteeg de troon in 1894. Hij zou de laatste worden van de tsaren. Bij zijn aantreden stond Rusland aan de vooravond van een grote omwenteling. Werkloosheid en armoede waren groot, maar met die problemen had Nicolaas weinig voeling. Hij leefde beschermd binnen de muren van het paleis en hield krampachtig vast aan zijn goddelijke almacht. Dat ondertussen de wereld rondom veranderde, ging aan de Romanovs voorbij. Vanaf volgende week vertellen we de historie van de familie. En daarvoor duiken we in de archieven van de Romanovs. We bekijken foto's en films die pas een paar jaar geleden zijn vrijgegeven. En zij vormen de basis voor een schitterend drieluik. De historie van de Romanovs. Daarvoor zie ik u heel graag dinsdag terug. Ze kan razend kwaad worden en heeft ooit al